op in Milwaukee. Maar Molicki bleef trainen en bleef vooruitgang boeken. Molicki werd Canadees allround kampioen. Deed het goed bij de Noord-Amerikaanse kampioenschap en staat hier dus weer eens op het wereldpodium. 14e op de 500 meter. En hij is wel een man, dat moet gezegd, die het altijd moet hebben van de 5 en de 10 kilometer. Nou, dat geldt in extremis ook voor Dietrich. Als er nog één man is die het Belgisch vlagvertoon aan het slot van deze avond kan voorkomen, zou het Dietrich moeten zijn. Maar dit seizoen is hij toch een stukje minder op dreef dan de voorgaande jaren. Nee, ik acht Dietrich daar niet toe in staat. En dat kunnen we hier eigenlijk al zien. Met als doorkomsttijd 1.24.41. Dan geeft hij al zoveel toe. 2,5 seconden op veldkamp. Dit is wat er binnen gebeurt. Uitfietsen. Postma. Uitfietsen van Postma. In gesprek met Frommer. De race wordt nog eens geanalyseerd. En hij is de spekkoper inderdaad. Na dag 1. Maar de prijzen worden pas morgen echt verdeeld. Dat kan nog heel mooi worden. Zij inmiddels 1400 meter gereden. Zij aan zij 1,57 nog wat. Dat is ruim dik vier seconden boven Veldkamp. Nee, de Dietrich van nu is niet de Dietrich van voorgaande jaren. Zo blijkt ook nu allemaal. Kijk maar naar het Europese kampioenschap in Baselga. Toen werd Dietrich op een voor hem onwaardige plaats 10e op de 5 kilometer. Gaf wel een teken van leven op de 10 kilometer, waarop hij 3e werd. Maar het werd toen geheel overschaduwd door de geweldige krachtsexplosie van Veldkamp. Gaat weer een medaille dus naar de Belgen, een gouden voor de 5 kilometer. Ja, Dietrich wordt vooruit geschreeuwd, maar dat helpt voor ons nog weinig. Molicki, de Canadees, presteert in eigen land erg goed, maar op internationaal niveau dit seizoen is hij toch niet echt boven komen drijven. Geen indruk gemaakt bij de wereldbekerwedstrijden. Ja, ook niet meegedaan aanvankelijk. Naar groep B, is hij wat gereden. Maar dat past in het, vooral in het tweede deel van het seizoen. Valt niet op, hè, groep B. Maar hij is ook niet gepromoveerd. Hij heeft niet goed genoeg gereden om daar potten te breken. Nee, het is een man van Calgary. Geldt ook voor veel Canadezen. Ja, want als je gewoon kijkt naar zijn toptijden en kijkt naar de uitslagen in eigen land, en zeker in relatie tot andere jaren, dan kun je bijna spreken van een doorbraak van Molicki. Alleen, waar gaat het nu bij het schaatsen om? Dat is de grote internationale toernooien. Ja, en die vinden niet louter in Calgary plaats. Er zijn ook uitwedstrijden bij. Nochtans biedt hij Dietrich in deze vorm in het eerste deel van de 5 kilometer goed partij. Maar dat zegt meer over Dietrich dan over Molicki. Dietrich wil nu ook wel wegrijden en gaat versnellen naar 32-2. 4-0-8-32, dat is 5 seconden boven Ritsma. Naar Veldkamp moeten we maar helemaal niet kijken. Dette er siste par på 5000 meter. Veteran Frank Dietrich mot Kanadas beste langdistansløper Dustin Molicki. Passerer 4 runder før mål. 4.43. Typisk Frank Dietrich løp. Legg merke til rundetiden. 31.9 på denne runden. På samme runde hadde Feltkamp 32.4. Dietrich gikk forsiktig ut og denne nye om kanadiske langdistanse, ikke kall han stjerne, men han har i hvert fall vært veldig god i år. Molicki, som vant 5000 i nordamerikanske uttagningen. Han ledet, så kom Dietrich. Nå svarer Molicki. Molicki er veldig sterk, går en 32-runde. Dietrich passerer på 5-12-6. 32-3 på runden. Vi kan jo se i forhold til Rinti Ristma som falt veldig av, så ligger han 3,4 bak.
Fjerde mann er Sajotin, femte mann er altså Rinti Ritsma på distansen, og nå svarer kanadieren. Morsomt å se. Husk Salt Lake City neste år. Her har Kanada fått en ny langdistansmann. Dietrich leder så vidt nå, 5.45-3. 32-6 på denne runden på Moliki. Vi kan se forhold til feltkampen, nei til Ritsma, det 2,3 bak. Ritsma som altså femte mann på distansen på 6.51-08. Sajotin fjerde mann på 6.50-86. Så det da Shirihata på tredje. Runden før mål har Dietrich satt inn et nytt trykk, og Moliki har problemer med å følge. 6.17.5. 32-2 på runden. Og nå han helt likt med Rinti Ritsma. Og da det også kort vei ned til Vadim Sajotin på fjerdeplass. Og se på uttrykket i ansiktet til unggutten fra Kanada. Han vil ikke gi seg. Dette viktige tiendeler for disse gutta når det gjelder å komme med på 10 000 meter. Frank Dietrich går en sterk siste ytre. Moliki en god siste indre. Men det Dietrich som vinner. Kommer seg mål. Under 6.50, 6.49, 69 og 6.50, 42 på Moliki. 32-1 på runden og femteplass også på Moliki. Gutta går seg på 10 000 meter, begge to. Jeg får toch mee behangen med brons. Altijd brons. Enkele keer zilver. De keer die jij noemde was goud en nu weer brons. Veldkamp wint de 5000 meter. Het is voor de vierde keer in zijn carrière dat hij bij een wereldkampioenschap allround schaatsen goud pakt. Drie keer als Belg, één keer als Nederlander. 6.43.69, een baanrecord. Posma doet de beste zaken als allround schaatser. 6.49.51. Hij wint weer wat ten opzichte van de anderen en dat op de 5 kilometer. Knap gedaan. Dietrich toch nog op het podium. U zag het zojuist, pakt het brons. Ten koste van de Japanner Shirahata die daar vlak achter zit. Maar weer meedoet voor het klassement. Moliki is de verrassing met plaats 5. We zien Ritsma daar nog tussen staan. Dan zevende. Zevende en op de negende plaats uit Den Haag. Itokawa Kibalko 0. En zo is het klassement na twee afstanden. Veldkamp wint dus de 5 kilometer. Maar Postma wint de eerste dag, het eerste hoofdstuk van dit wereldkampioenschap. Ritsma zit hem op de hielen. Verschil minder dan een seconde morgen op de 1500 meter. De Japanner Shirahata zit ook op het vinkertouw. Kibalko heeft zich goed staande gehouden over twee afstanden. De winnaar van de 500 meter is gezakt naar plaats 5. Hey, Veldkamp boven komen drijven. 20ste op de 500 meter, maar nu na één dag 6e. En hij is zeer, zeer in de buurt gekomen. Toch weer van plek 3. Hou hem in de gaten. Moliki op plaats 7. De eerste Canadees. Tsibenko, de pupil van Peter Mueller. Naar plaats 8 gezakt en dan gaan we kijken waar Uitenhagen zich bevindt. Die bevindt zich tussen Sajutin en Sigel op plaats 14 na dag 1 van dit wereldkampioenschap. Hardrijden op de schaats dat morgen zijn ontknoping krijgt. En wat een 1500 meter zal dat gaan worden tussen Ritsma en Postma.